De bedgreep, oftewel de manier waarop jij je tafeltennisbedje wilt vasthouden tijdens het spelen. Er zijn allerlei verschillende manieren om dat te doen en we komen dan ook een hoop varianten tegen. Er zijn twee manieren die het beste uit de test komen. Om te beginnen de shake hand greep. De naam zegt het eigenlijk al, bij de shake hand greep geef je je tafeltennisbedje een hand, je slaat je vingers eromheen en legt de wijsvinger erbovenop. Je duim zit dus aan de andere kant. Bij die shake hand greep is het belangrijk dat die wijsvinger echt aan de onderkant van je rubbertje ligt. Voor twee dingen. 1. Controle, dus je kan de bal beter gaan mikken na het slaan. En het tweede is dat je door die vinger ook veel beter weet in welke stand je bedje verkeert. De andere optie is de penhoudersgreep. Bij de penhoudersgreep, die nog veel in Azië wordt gebruikt, doen ze de duim en de wijsvinger aan de ene kant. En aan de andere kant van het bedje liggen de vingers op of op elkaar, of de vingers die liggen wat platter op het bedje. Op het moment dat ze wat platter liggen, heb je wat meer controle. Op het moment dat de vingers wat meer op elkaar liggen, dan kan je wat meer je pols gebruiken tijdens het slaan. Wat er nog bij komt, is bij de shake hand greep heb je een klein beetje een nadeel aan je wisselpunt. Dus ik heb mijn voorhandslag en ik heb mijn backhandslag. En er is een moment dat ik moet gaan kiezen tussen die twee slagen. Bij de penhoudersgreep is dat anders, want dan wordt er vaak maar één kant van het tafeltennisbedje gebruikt. Dus bijvoorbeeld het rode rubbertje voor de voorhand, maar die kunnen ze ook gebruiken op het wisselpunt en gebruiken ze daarbij ook nog eens bij de backhand. Aan jou de keuze welke greep je het fijnst vindt en welke je wilt gaan gebruiken.